betreurde kopjes na afloop van Cambuur FC Groningen. In Leeuwarden ging de FC kansloos met 4-1 onderuit. Het enige Groningse doelpunt kwam op naam van Michael de Leeuw. Daarmee leden de mannen van Erwin van der Looy de eerste nederlaag van het nieuwe seizoen. We kregen er geen druk op en de linies lagen te ver uit elkaar. En dan geef je Cambuur alle mogelijkheden om te gaan voetballen en om zich goed te voelen. Ja, hebben ze een beetje geluk met die eerste goal dat hij valt. Uit een soort klutsituatie dat hij erin valt. Ja, dat is natuurlijk voor hun benzine in zo'n wedstrijd. Dus dan, dat verklaart het. Nou, na 20, 25 minuten hebben we het hersteld. Hebben we de Leeuw gebracht om meer druk erop te krijgen. Van der Velde wat verder naar voren. En toen zag je de wedstrijd langzaam wat kantelen. Ja, dan sta je wel met 2-0 achter. En dan is het helemaal zuur dat je in de allerlaatste minuut van de eerste helft ook nog een derde tegenkrijgt. Tweede helft hebben we het goed gedaan. Goed opgepakt in ieder geval. Dan maken we die goal. En dan krijg je kansen. Goal afgekeurd. De Leeuw nog een keer, twee keer heel dichterbij. Om gewoon 3-2 te maken. En om helemaal de spanning terug te krijgen. Ja, uiteindelijk in de eerste de beste aanval van hun in de tweede helft. Vliegt ook de 4-1 erin. Dus ja, dan verlies je. En dan verlies je ook verdiend. Jullie verloren eigenlijk alle duels. Waar was de scherpte vandaag? Nou, die was niet, maar als je verkeerd staat in het veld, als je niet druk zet zoals je moet druk zetten, dan kom je altijd een stapje te laat. En, dan lijkt het alsof je geen duels wint, en dat doe je ook niet, maar dan begint gewoon bij hoe je je opstelt. Ja, verzaakten ook sommige mensen in de afspraken die zijn gemaakt? Ja, dat is, we hebben afspraken gemaakt. Ik ga niet op details in, maar die afspraken werden niet altijd nagekomen. Ging het ook al vanuit de aanval, het meeverdedigen? Ik noem geen namen of spelers, maar het ging gewoon iets mis. Als Martijn van der Laan drie keer in kan dribbelen, terwijl wij hebben afgesproken dat de bal naar de rechter centrale moet en dat we van daaruit druk gaan zetten, ja, dan klopt dat dus niet. Dat is ook de reden dat je Texera hebt gewisseld? Nou ja, ik weet dat je met Michael wat makkelijker druk op de bal kan krijgen. En we hebben Van der Velde erbij gezet om nog wat verder naar voren om op Van der Laan te spelen. Eigenlijk min of meer met 4-2-4 zijn we gaan spelen. Waardoor zij wel een man extra op het middenveld kregen. Maar die konden ze bijna niet meer bereiken. Omdat we steeds beter druk erop kregen. Dat zag je ook in de tweede helft terug. Ja, uiteindelijk uit één uitvalletje beslissen zij de wedstrijd. Texera die geeft altijd gas. Dat zie je ook, want hij geeft wel gas. Maar hij was ongelukkig. Hij was ongelukkig in zijn druk zetten ook. Dus waarom ze hem dan afhaalt, dat is dan de keuze van de trainer natuurlijk. Maar Texera was een beetje ongelukkig. En ik denk als we de tweede helft die tweede maken, dan denk ik dat we minimaal een punt halen. Ben je dan stiekem ook wel blij met de kans dat je al zo vroeg in de wedstrijd jezelf mag gaan bewijzen? Ja. Tuurlijk. Als je op de bank zit, dan wil je zo lang mogelijk spelen. En het liefst, nu speel je. Ik denk dat ik nu een uur heb gespeeld, vorige week een kwartier. Ja, je wil zo snel of zo lang mogelijk spelen, je wil elke speler. Dus ik ben blij dat ik zo vroeg in kon vallen. Alleen ja, je valt liever in bij een voorsprong natuurlijk. Denk je eigenlijk dat je nu gewoon terug hoort in de basis? Ik vind dat ik altijd in de basis hoor. Ik denk dat iedere speler vindt dat hij in de basis hoort. Dus ik... lijkt me logisch voor mij. Naast de Leeuw was Bizot de enige Groninger die een voldoende verdiende. De doelman hield de FC met zijn reddingen meerdere malen op de been. In het verleden stond hij nog onder de lat bij Cambuur. Je doet wat je kan, je probeert zoveel mogelijk de ballen tegen te houden. Maar aan de andere kant liggen er wel 4 in en we hebben gewoon verloren, dus dat is kloten. Hoe gaan jullie nu komende week herpakken? Gewoon volle bak trainen. We moeten gewoon nu door. We moeten gewoon punten pakken, alles. Een wijze les geleerd? Ja, dat mag ik hopen. Want ik vond het een pijnlijke les, dus ik hoop ook dat het een wijzelijke les wordt dan. En zo begon de treurige terugreis naar Groningen. Over een week gaat de FC in Deventer op bezoek bij Go Ahead Eagles.